Charlie Luske. Die heeft echt iets bijzonders gedaan. Zeg dat wel. Ja, die heeft gisteravond aan een programma meegedaan. Het heet Amazing Grace. Dat is trouwens een heel mooi programma. Het keek zo lekker weg. Ja. Van de EO. En ik vond het heel gek dat ik daarin bleef hangen. In een EO-programma. Dat is het programma wat door... hoe heet ze, van het AD helemaal de grond in werd geboord. Ja. Want Dries Roefink er ook aan meedeed. Ja, dat vond ik juist heel erg leuk. Vond de variatie van de kandidaten heel erg leuk. Maar hij zong daar een nummer, The Greatest Showman. En hij droeg dat op aan één van zijn kinderen. We hebben twee zoons en één van de twee is nu een transmeisje. En hij wilde haar middels dit liedje laten weten dat hij volledig achter haar staat en volledig achter haar keuzes. En dat hij het allemaal heus niet allemaal begrijpt als ouders zijnde. Maar dat hij in elk geval in overleg ook met Alice, want zo heet ze nu, dit naar buiten heeft gebracht en dit op deze mooie manier heeft bezongen. En ik vond het fantastisch. Ze gaat nu dus door het leven als Alice, is 19 jaar, werkt als model, heeft een Instagram-account. Kijk hoe beeldig. En ik vond het heel ontroerend hoe hij dat deed. Laten we even kijken. Won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Het is een hele universele boodschap. Misschien wel oordeel wat minder hard naar alle anderen. Sharper words wanna cut me down. Gonna bring the flood, gonna drown the mind. Weet je, probeer gewoon zelf gelukkig te zijn en probeer ook gewoon anderen in hun waarde te laten. Ja, ik krijg daar zwaar kippenvel van. Ik bedoel, ik vond het ook zo mooi dat hij zei, als vader. Ik begrijp het ook niet allemaal, maar ik ga erin mee, ik steun je en ik ben er voor je. Heftig hoor, als ouder, dat je kind ineens... Ook omdat je weet dat het natuurlijk door zoveel moeilijke dingen fases heen zal moeten gaan. Ik denk dat dat het vooral is als ouder. Ja, ik heb dat lied, sowieso vind ik het een prachtig programma, maar ik heb dit lied gezien en gedurende het lied had hij zijn ogen gesloten, maar op een paar momenten had hij zijn ogen open. Het was echt net alsof hij in gesprek was met zijn eigen kind. Het was echt heel indrukwekkend. Ik vond het echt heel mooi. Ja, ik ook. Ja. Binnenkort doet Tanja Jess ook haar verhaal hierover. Nou, er wordt een podcast gemaakt, een nieuwe podcast, De H van Hetero. En daarin wordt iedere letter van de LGBTQ... Ik ben zelf een van de lettertjes, maar ik moet iedere keer weer kijken. gemeenschap, die wordt besproken. En in een van die podcasts is Tanja Jess te gast. En wij mogen daar vast een heel klein stukje van laten horen. Het wordt pas uitgezonden of is pas te beluisteren vanaf eind juni, 30 juni. Maar... zij vertelt dit al over de hele transitie van haar dochterzoon. Toen begon ze wel eens in discussies of als we er op de kop gaven om iets. Zei ze, jullie weten helemaal niet wie ik ben en jullie weten zoveel niet. En was ze zo aan het hinten. En toen uiteindelijk, ik wilde haar wel de tijd geven om het op haar eigen manier en op haar eigen moment te vertellen. Maar Charlie is daar niet zo van. Dus die heeft een soort van aan een KGB interrogation blootgesteld. En nou vertel je wat er aan de hand is. Zo. Ja, heftig hè. Peter, hoe zou jij reageren op zo'n nieuws, denk je? Het is ook nieuws. Ja, als ik het zo aankijk. Ja, ik heb wel respect voor mensen die het ook durven. Hè. Vroeger werd het natuurlijk allemaal onder tafels en stoelen geschoven. En nou, ja, mensen moeten wel doen waar ze er eigenlijk goed in voelen in het lichaam. Maar ik denk als ouders ben ik het met Bart eens dat wel even, ja. Ik moet altijd zo om jou lachen, want je hebt zo'n groot smoelwerk en je hebt zo'n heerlijk, lief, klein hart. Ja, klein hart, ja. Ja. Ik heb er wel mee te doen met dit soort mensen. Ja, dat is heel mooi. Volgens mij is het heel goed, allebei als ouders.